Zomaar een dag zoals die zou kunnen gaan. Dan is er een keiharde botsing. Een kort moment kijk ik mijn eerste tegenstander recht in de ogen. Een jongen met een sjaal voor zijn gezicht. Ik grijp hem vast. Dan sla ik hem zo hard als ik kan. Zo snel als ik kan. Met volle vuist. Ook ik moet incasseren. De smaak van het warme bloed in mijn mond maakt iets dierlijks in mij los. De jongen met de sjaal deinst terug. Hijgend grijp ik een nieuwe tegenstander vast. Het is ook niet allemaal goed wat wij doen. En het is niet allemaal recht te praten. Maar er zit ook een andere kant aan. Het gevoel, de emotie, eer, loyaliteit, de vriendschappen die wij met elkaar hebben. Die kanten zijn er ook. Hoe zou je het leven van een hooligan beschrijven? Apart. Apart leven. Ik heb al vaker gezegd van we draaien met de maatschappij mee, maar we leven er eigenlijk ook naast. Dus je bent eigenlijk niet alleen op zondag of de dag dat Feyenoord speelt, maar ook daarnaast ben je eigenlijk bezig met je vrienden, met de groep, wat er ruilt, wat er zeilt. En het is echt een levenswijze is het. Wel apart. Dat is heel apart inderdaad, maar ik zou niet zonder kunnen. De Fransen op het vak van Nancy rennen in paniek alle kanten op en tegenstand is er daarom niet. Nu gaat het op het hele vak los. Links tegen de met traangas spuitende kit, rechts tegen de Franse aanhangers en in het midden in het vak worden stoeltjes losgetrokken en richting het veld gegooid. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Het stadion is veranderd in een oorlogsgebied. Ik heb daar wel de grootste nasmaak aan overgehouden aan Nancy. Op dat moment daar... Ja, zijn wij er met z'n allen volledig in opgegaan. Maar als ik zie wat voor schade het de club heb berokkend eigenlijk, dan heb ik daar wel spijt van. Het was een lawine die niet meer tegen te houden was. En achteraf had dat niet mogen gebeuren in de toekomst. Eigenlijk sinds Nancy wordt daar ook rekening mee gehouden. Dus we letten ook echt op dat er niks gesloopt wordt en het mag niet nog een keer gebeuren. De club mag niet op die manier ten nadele worden gebracht. Ons motto. Leven met en sterven voor Feyenoord. Het gaat ver, maar het is wel zo. En iedereen weet, dat zal vandaag onherroepelijk weer eens duidelijk worden. Wij hebben wel een bepaalde macht. Kijk, wij beslissen niet welke spelers er worden gekocht. Of waar het geld aan uit wordt gegeven. Maar wij kunnen wel een bepaalde orde handhaven. De dag van Feyenoord de Graafschap werd voor het eerst afstand genomen van het bestuur. En werden onze ordediensten voor het eerst teruggetrokken. Tot die tijd was er meerdere keren een escalatie voorkomen. En op het moment dat wij onze ordediensten terug hebben getrokken na niet nagekomen afspraken van het Feyenoordbestuur, is het helemaal fout gegaan. En dat was het perfecte bewijs van onze macht. Hoe vraagt Feyenoord aan jullie om de orde te handhaven? Dat gaat via bepaalde kanalen. Maar als je teruggaat, het gebeurt bij Den Haag, in de hoofdstad, bij vele andere clubs worden jongens die jarenlang harde kern hebben meegedraaid, die worden ingezet als ordedienst. Het is niet iets nieuws. En nu wordt het ineens heel erg uitgemeten. Maar ja, de beste manier om boeven te vangen is door boeven zelf, toch? Ik wil toch een paar boeken uitreiken aan mensen die voor mij veel betekend hebben, mij gesteund hebben en waar ik gewoon erg veel van hou. Mijn ouders hebben naast mijn vriendin toch al de meeste ellende van mij ervaren. Ik wil jullie dan ook bedanken en sorry voor alle grijze haren, maar een paar, kijk nou eens. Is deze boekpresentatie nu de afsluiting van een periode? Nee, het is meer een tussentijdse samenvatting. Wij zijn een familie en het is niet alleen het rellen. Weet je, wij zijn vrienden, wij zijn familie, wij gaan innig met elkaar om. Wij zien elkaar vaker als onze eigen familie. Dus dat, je laat je familie niet in de steek natuurlijk. Nu krijgen wij veel verwijten dat wij aandacht aan het boek besteden. Mm-hmm. Omdat jullie door iedereen worden gezien als een stel randebielen. Snap je dat? Dat jullie zo gezien worden? Nou, ik denk aan jou vragen. Snap jij dat? Nu je met mij zit te praten, je hebt me een paar keer ontmoet. Vind je mij ook een randebiel? 1-op-1 niet, maar ik heb je nog nooit in een groep meegemaakt. Nee. Ben ik niet zo gek veel anders. Maar wel op het moment, als het gebeurt, natuurlijk, dan veranderen wij. Dan hebben wij misschien twee gezichten. Maar Ik begrijp dat wel. Weet je, ik heb reflectie, dus ik snap het. Nu heb je zelf een zoon. Mm-hmm. 2 jaar is hij. Mm-hmm. Kan hij afstand gaan nemen van het verschijnsel harde kern? Ga je hem daarvoor beschermen? Ja, zeker. Zeker. Hij groeit wel op een bepaalde manier op natuurlijk. En dat is met een beetje pit en met een beetje... Wij zijn geen modale burgers. Om het zo maar te zeggen, er zit altijd wel een scherp randje aan. En bij ons wordt misschien wat meer gevloekt bij een voetbalwedstrijd als bij een ander. Dus zo groeit hij wel op. Maar ik zal hem wel duidelijk maken dat hij niet de dingen moet doen die zijn vader heeft gedaan. Want ik wil niet dat hij gewond raakt. Ik wil niet dat hij vast komt te zitten. Hij moet gewoon meedraaien met de maatschappij, maar hij moet ook niks pikken.
Hij moet niet het kaas van zijn brood laten eten en hij moet zich niet laten kleineren. Weet je. Hij heeft zijn trots die hij van huis uit meekrijgt. Een fijne trots, een harde kerntrots. En die ligt misschien iets hoger als bij de doorsnede mensen. Het leven van een hooligan. Vechten, slopen, een leven vol geweld. Een lijst voor arrestaties die tot aan de hemel telt. Een toch bewuste keuze van een slimme jonge vent die nog lang de klappen van de zweep niet kent. Het zware leven dat de groep zal brengen. Je echte vrienden leren kennen. Het is als een virus zonder medicijn. Dit is wat ik ben, dit is wat wij zijn. Toch doet al deze ellende niet al te zeer, want een Rotterdamse hoelie leeft wel 100 keer.